vazenwasser? Nou, dat sla ik niet af, Wanda. Zo, wat gaan wij uittrekken, Wanda? Ik dacht aan de rok. Zal ik iets wat zeggen? Ik vind het een hartstikke leuk spel. Kom maar. Zo. En waar gaan we nu om wedden? Ja, moet ik nou ook nog gaan nadenken? Ik wed dat Simon Tamata vanavond tegen NAC een doelpunt maakt voor Feyenoord. Nou, dan wed ik gewoon van niet. Alle mensenliefhebbers, of het nu aan mijn ogen ligt of aan Wanda, dat weet ik niet. Maar het paradijs is nakende zo te zien. Als Simon Tamata vanavond maar een doelpuntje maakt. Verrekijkers duur! Verrekijkers! Verrekijkers! Nou. Nou, het is toch zeker een vies spelletje. Ja, gelukkig wel. Hans, wat ga je uittrekken? Ze werd stom van die Tamata, dat hij hem niet in kon krijgen. Hé, hey Hans, doe mij een lol. Trek je t-shirt uit. Jongens, daar komt ze. 1, 2, 3. Oh, je koffie, glazenwasser. Koffie, glazenwasser. Nou, dat sla ik niet af, man. Nee. Wat gaan wij vandaag eens uittrekken, Hans? Ik dacht mijn rode das. Non de ju, dat is wel gewaagd, zeg. Mevrouw kijkt ook, hoor. Nou, dan volgt nu de weddenschap. Ik zeg dat er morgen in de Toto minstens 4 gelijke spelen vallen. Minder. Soep, soep, warme ballen. Nog warmer dan Wanda. Heet de soep. Zeg het maar. Alsjeblieft, 750. 750? Ja, alles wat duurder. Zoom! Zoom! 750. Zo vies en ik. Wanneer schijnen jullie nou eens uit met die vieze spelletjes? Zonde hoor, als PSV die goal niet maakt in de laatste minuut, dan win je. Hey, zeg Hans, heb jij lekkere benen? Trek je broek dan uit, doe het verhaal. Zeg hoor! Jongens, daar komt ze! 1, 2, 3. Kopje koffie, glazenwasser! Kopje koffie, glazenwasser? Nou, dat sla ik niet af, Wanda! Nee, dat zal ik ook niet af. Wat ga je vandaag uittrekken, Hans? Nou, ik dacht mijn sokken. Tjongejonge, daar word ik wel opgewonden van, zeg. Hallo, zeg, de hele straat die kijkt mee. En trouwens, de volgende weddenschap. Ik zeg dat het late journaal vanavond op dit net na Sonja gepresenteerd wordt door Harm en Sieze. Nou, dan zeg ik gewoon van niet. Gaat u nu maar even op zitten, meneer? Ja, denk ik toch even lekker aan. De kijkers, de foto's van Wanda! Ja, foto's van Wanda! 25 euro! Foto's van Wanda! Een beetje duur, hè? Mevrouw, we moeten allemaal inleveren. Foto's van Wanda! Ja, hallo! En waarom komt u dan? Ja, op het andere net als jonge mensen op het concertpodium. Hé hey Hans, je hebt gewonnen. Zonde, hè? Nou, vet van tijd ook. Hé, jongens? Ja! Daar komt ze! Kopje koffie, glazenwasser. Nou, dat sla ik niet af, Wanda. Zo, nou ben jij eindelijk eens in de buurt. Wat gaan we uittrekken, Wanda? Ik dacht de blouse, Hans. Dat dacht ik ook. Zal ik je even helpen? Zo. Ja. Wat een leuk spel, hè? Ja, leuk, hè? Ja. Zeg, weet je wat ik wed? Nou? Ik wed dat dadelijk de eerste gast bij Sonja een vrouw is. Nee, ik ken Sonja toch. Nee hoor, dat is een man. Als het 2-5.
2,50. 2,50. Hoeveel? 2,50. Nou, dat is wel hartstikke duur, zeg. Nou, dan laat je het maar lopen, zeker. Startplaatsen, de laatste. Onoverdekt, 50 gulden, mevrouw, dank u. Eenmaal, alsjeblieft. Startplaatsen. Even staan voor 50 gulden, onoverdekt. Heeft u nog zitplaatsen? Zitplaatsen heb ik hier op dak, mevrouw. Staan, 50 gulden, onoverdekt, alsjeblieft. Dank u wel. Staanplaatsen, hoeveel? Vier stuks, 200 gulden, meneer. Staanplaatsen, de laatste zijn het, onoverdekt. Staan, eenmaal. Nou, zeg, waarom blijf je er niet thuis? Omdat ik niet erdoor kan, er staan vier kramen voor mijn deur. Ja. Hé, hey Hans, als je nou nog een keer wint, dan kom ik niet meer, hoor. Nou, maar ik wel! Hé, jongens! Ja! Daar komt ze! Gauw, 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 gauw! 1, 2, 3! Dat kunnen jullie Wanda toch niet aandoen? Dat is het van een gedonder. Over. 1, 2, 3. Kopje koffie, glazen wassen. Kopje koffie, glazen wassen. Ja, dat slaat niet af, Wanda. Wat trekken we uit vandaag? Ik dacht de schoenen, Hans. Nou, dat dacht ik van niet, hoor. Ik van wel, en het zijn mijn schoenen toevallig. Oh. Oké. Ik wed dat René van der Gijp morgen tegen Feyenoord een doelpunt maakt. Oh nee hoor, want hij speelt tegen Benny Wijnstekers. Poepen, 5 gulden. Poepen, 5 gulden. Ik moet ook ontzettend nodig plassen. Dat kost je dan 2,50 extra. Dat had ik nou maar niks gezegd. Ja. Dank u wel. Poepen, 5 gulden. Ja, wat krijgen we nou, zeg? Ik moest van mijn oma zeggen dat je een viezerik bent. Ze is ziek namelijk. Hans, ik ben zo blij dat je verloren hebt. Ja. Ik ben benieuwd wat het wordt. Nou, dat interesseert me niks. Hé, jongens? Ja. Oh, daar komt ze! Ja. 1, 2, 3. Kopje koffie, glazen wassen. Hé, hey, wat is dat? Ik kon jou helemaal niet meedoen. Sorry. Over. 1, 2, 3. Kopje koffie, glazen wassen. Kopje koffie, glazen wassen. Dat sla ik niet af, Wanda. Nee. Nou Hans, dat wordt het t-shirt of de broek vandaag. Het wordt de broek. Jongen, jongen, wat een leuk spel, hè? Ja, leuk, hè? Nou, ik zeg dat maandag bij Mies in de hoofdrol een man zit. Nou, dan zeg ik er gewoon een vrouw. Ik zie hem aankomen, dames en heren. Daar is hij, uw eigen Hans! Nou, zeg het dan. Viezerik. Hé hey Hans, ik was van de week bij de slager. Begint hij die mop te vertellen van die glazen. Ik weet ook een hele goede mop. Wanda heeft verloren. Leuk hè, mama? Hé, hey, daar komt ze. Kopje. 1, 2, 3. Kopje. Koffie, glazen wassen. Kopje koffie, glazen wasser. Dat sla ik niet af, Wanda. Ja, nee, dat zou ik ook niet doen. Dan moet je wel gek wezen, trouwens. Dus je maakt de helft, zeg ik maar. Ik wed, hè, dat het morgenochtend een uur later licht is.
Nee hoor, het is een uur eerder. Want morgen begint de zomertijd, Suffie. Ik lapte rustig hier de ramen. Opeens was het voorbij. Dankzij een hele mooie dame die zwoel tegen me zei. Hoor hier je toekomst voor 50 gulden. Waar zeggen? 50 gulden. Ja, meneer, u gaat een keertje voor 50 gulden. Fijn, dank u wel. 50 gulden. Ik zie een blonde vrouw in het buitenland. Ja, dat zie ik duidelijk. En ik zie ook succes in de maatschappelijke carrière. En ik zie de hoofdprijs. In de schiettent hiernaast, die zie ik heel duidelijk. De hoofdprijs in de schiettent hiernaast. Ja, bedankt hè. Oké, 50 gulden, waar zeggen? 50 gulden, waar zeggen? 50 gulden. Kom je bij het schermpje zijn. Schieten, 25 gulden. Schieten. U wou een keer proberen, meneer? Prima. 25 gulden, dank u wel. Deze, gaat uw gang. Veel succes hè. 1, 2, ja. Dat is hem! Kijk eens in één keer raak! 25 gulden schieten en de hoofdprijs voor u, meneer. Kijk eens zijn foto. Schieten, hey man, 25... Eikel, daar ben ik helemaal niet zo'n ander, man. Hij zeikert, hij heeft toch ook graag geschoten? Ga toch weg! Waar zeggen, daar is nog ruimte in de waarzegtent en hier schieten 25 gulden. Er staan 38 kramen. Gaat dat niet wat te ver? Ooit lapte ik gewoon. Nu lijk ik wel een ster. Borden van Wanda, eerste kwaliteit, 40 gulden. Prachtige borden, kijkt u eens, Delft Blauw. Borden van Wanda, ja! Kom maar, mooie borden! Kijkt u eens, alstublieft, ja, dank u wel. Mooie borden, 40 gulden van Wanda! Wie zeg ik? Ah, dat moet ik wel feller zeggen. Ja. Kijk zo. Vuile viezerik. Zeg Hans, goed. Meneer, kom eens een kopje koffie bij me drinken. Zet is zijn stem kwijt, maar hij heeft nou een vervanger meegenomen. Sayonara Yamamoto, Ich Nissan! Sayonara Yamamoto! Sayonara Yamamoto! Nou, dat sla ik niet af, Wanda! Ik weet dat je met de trein binnen 2,5 uur van Amsterdam in Groningen bent. Nee hoor, want je moet in Zwolle overstappen, Suffie. Kom maar, kan een diesel ook tussen, ja, gassen maar. Oh joh, kom maar, gassen, ruimte zat, ja, kom. Godsamme zeg. Hey vriend, gaan we de portier vergeten? Oh, zeker. Sorry. 100 gulden, uitduiken. 100 gulden! Ja, meneer, het was wel uw schuld hoor. U zei dat het kon. Gaan we slim doen?
Je kan gewoon niet rijden, lul. Je hebt een draaicirkel, er kan een DC-9 in en jij krijgt die dinkytoy nog niet eens op zijn plaats. Nou, wat doen we? Gaan we uitduiken of gaan we de boel hier op stand houden? Vorige week was het heel beschaafd, hè? Waarom? Omdat wij niets te zien kregen? Nou, hij heeft alles gezien, hoor, die vuile viezerik. Okaza, Jasko, Telemitemeska, very big nokus! Dat valt me tegen van je, Hans. Ik sta hier al 12 weken te wachten. Ik vind dat we recht hebben op een verklaring. Ja! Yeah. Dames en heren, namens Maurice Koopman, directeur en VARA-voorzitter, dominee van de Heuvel, bied ik u mijn verontschuldiging aan voor het niet tonen van de nokkers van Wanda. Mocht ik hiermee mensen hebben gekwetst, dan is dat niet mijn bedoeling geweest. Jongens, daar komt ze! Oh. 1, 2, 3! Kopje koffie, glazen wassen! Kopje koffie, glazen wassen! Ja, dat sla ik niet af, Wanda! Ik weet dat Ankara de hoofdstad is van Turkije. Nee, Sufi, want het is Istanbul. Hallo Bertus, waar is iedereen? Ze zijn kwaad weggegaan. Ze kregen toch niks te zien. Ja. En jij dan? Wat doe jij dan hier? Ach, ik ben maar een oude man. Ik dacht ik ga voor Hans. Ja. Daar is ze. 1, 2, 3. Kopje koffie, glazenwasser. Kopje koffie, glazenwasser. Nou, dan slaan we niet af Wanda. Kom op Bertus, ga maar lekker mee naar binnen. Ja, tuurlijk, kom op. Ga maar lekker mee. Zo, het is afgelopen. Ik heb gewonnen. Want jij hebt niks meer om uit te trekken, zie ik. Gefeliciteerd, Hans. Trouwens, iedereen is kwaad weg. Alleen Bette stond nog buiten. Die heb ik me mee naar binnen genomen. Dat gun ik hem wel. Hallo, Bertus. Dag, Wanda. Bedankt dat ik dit nog mag meemaken. Op mijn oude dag. Och, kindje. Hé, waar is Hans? Kijk hem gaan. Vorige week nog bejubeld door duizenden. Toegejuicht als een idool. Vandaag een eenzame glazenwasser op weg naar het einde. Wat is hiervan de dubbele moraal? Roem duurt even lang als de borsten bloot zijn.